Hoi allemaal. De volgende Samen Creatief van Hobbyshop Veldmaat mag ik voor jullie geven. En dit gaan we live doen op dinsdag 10 januari 2023, volgend jaar alweer, 's avonds om 7 uur op de pagina van Hobbyshop Veldmaat. Ik heb een leuk pakketje hier liggen, die wou ik jullie graag even laten zien. In het pakketje zit een boodschappenbriefje van wat je nodig bent voor de Samen Creatief. Ik heb hier kaartstok, wit krijt kaartstok. En er zit 2 vel in van 30,5, 30,5. Dit is al gesneden op 15,5. Dan gaan we zo vast kaartstok voorsnijden. Dit kun je dan gebruiken. Voor de matlaag. Ik zal mijn brief even bijleggen. Voor de matlaag zitten bij bordeaux rood. Ook in principe 2 vel. Dat is ook al gesneden. Dus je hebt hier ook 4 stukken van. En dan zit er een kwart blokje dessinpapier bij. Hier heb je genoeg aan. En dit is het blokje van Piatek. En het is Dear Love. Ik zal het even jullie laten zien. Je krijgt dus 6 velletjes met verschillende dessins. Bloemetjes met, wat is dit, wat script en zo zit erop. Hier zitten nog bloemetjes op. Hier zitten wat elementjes zitten hierbij. Met een mooie roze achterkant. En bloemetjes met groen. Dus deze zit erbij. Dan gaan we zo ook vast het kaartstok of het dessinpapier voorsnijden. Dan zit erbij een kwart velletje mica. Daar zijn we een heel klein stukje van nodig. Een lintje zit erbij. En er zit een zakje bij met decoratieve tags. Ook van Dear Love. Zal ik jullie ook even laten zien wat hier allemaal in zit. Er zitten er 9 in. Een vlinnetje. Een wereldbol. Nog een vlinnetje. Een typewriter. Bloemetjes. Ook een bloemetje. Weer met een vogeltje en dan weer met bloemetjes. Super leuk, die kunnen we er ook goed bij gebruiken bij onze creatie. Dan leg ik dit allemaal even weer aan de kant. Dan wou ik eventjes het dessinpapier met jullie snijden. Het is makkelijk als je er een snij- en riltool bij hebt. Ik vind het zelf heel gemakkelijk. Boodschappenbriefje leg ik hier neer. Er zijn dus ook nodig een snij- en rilapparaat, een liniaal, een potlood, een rilpen. Ik heb lijm, ik heb een stukje tape, ik heb een vouwbeen en ik heb een schaar. Dit zijn we dus ook allemaal nodig. En wat je misschien zelf wel vast kunt voorsnijden, een stukje karton van een doosje. Hoeft niet zo dik, mag wel iets hoog te hebben. En het stukje is 13,5 keer 3,5 centimeter. Of als je heel dik foamtape hebt van, nou wat is het, 2 millimeter, 2 millimeter. Even kijken, 2 millimeter. Als je dat hebt, dan is het ook goed. Maar dit is ook een optie. Dan wou ik het gaan voorsnijden met jullie. Dan neem ik 1 stukje wit krijtkaartstok. En dat snijd ik op 15 in de breedte. En dan doe ik 30. Of 15 is dan hoog eigenlijk, hè? En dan 30 centimeter. Het kan mooi uit je strookje die al gesneden zijn. Dus dit is 15 keer 30. Kijk, en ik had nog een briefje daarvoor. Dit is het kaartstok 15 keer 30. En dan snij ik voor de matlaag. En dat is dan ons bordeaux rood. Snij ik 2 keer 14,5 keer 14. Dan maakt het niet zoveel uit hoe je het doet. Ik pak hier zo 14,5. Snij ik mijn hele strook. En dan pak ik een keer 14.
En dan doe ik nog een keer 14. Dan heb ik 2 keer 14. En dat is dan dus de matlaag. En ik had hier volgens mij nog een briefje. En die plak ik er dan even op. Dan weet ik precies waar ik iets voor nodig ben. En dan nog een stukje mica. Even kijken hoe breed deze is. Nee, dat past net niet. Deze is... Ja, dus dan leg ik hem op 1,5 centimeter. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Leg hem op 1,5 centimeter. En dan op 14. Ja, een stukje mica. En meestal plak ik dat er zo eventjes tussen, dat ik hem niet kwijtraak. En dan zijn we dus nog dessinpapier nodig. En dan wil ik even kijken wat ik ga gebruiken. Ik dacht dat ik deze... Ja, deze ga ik voor de binnenkant gebruiken. Dus dat ben ik nodig. 14 hoog. En 13 breed. Dus dan pak ik deze op 14 hoog. En 13 breed. En deze is voor de binnenkant met die bloemetjes. Dan mag je wel een wat drukker pijn.